Ongelooflijk fan zijn ze hier van Blackpink, de meidengroep uit Zuid-Korea, bestaande uit... Lisa, mijn bias dus, dat is zeg maar je lievelingslid. Dan heb je hier Jennie, Jisoo en Rosie. En dus wachten de meesten al uren om vooraan te kunnen staan. Ik was hier sinds 5:45, denk ik. Vanochtend? Ja, gewoon wat eten en drinken meegenomen en we zitten hier gewoon met elkaar een beetje te praten. Het is een soort feest. Iedereen komt dansen en praten. Ze hebben het over alles en het is gewoon... Ook al had ik geen kaartje, ook nog steeds komen. Dus... Iedereen hier is mega fan van Blackpink en sowieso van K-pop. Ze kennen alle liedjes, dansen, alles mee. Maar er zijn ook heel veel kinderen in Nederland die werkelijk geen idee hebben. Zegt de meidengroep Blackpink jou iets? Nee. Nee. Ik ken het niet. En de muziekgenre K-pop? Ja, dat wel. Ik heb er wel ooit van gehoord, maar zelf nog nooit bekeken of... Volgens muziekjournalist Mai Verbij komt dat vooral omdat je K-pop niet kunt verstaan. K-pop is natuurlijk in principe Koreaans met een tikkeltje Engels. Heel veel mensen vinden het wel belangrijk dat ze met een tekst mee kunnen zingen. En als je dat dus niet kan, dan is K-pop wel een moeilijke genre. Als je het gewoon een keer luistert, dan vind je het leuk. Blackpink heeft gewoon superleuke muziek waar je gewoon heel erg op leuk wil gaan dansen. Ze zijn niet echt heel erg meisachtig, maar een beetje stoer. En dat vind ik juist heel leuk aan hun. Bijvoorbeeld mijn beste vriendin, Maria, zij haatte het. En toen luisterde ze het en toen kwam ze op school aan van Blackpink. En ik was van ja, Blackpink. Dus het was heel leuk. Toch is het concert in Amsterdam niet uitverkocht. Dat kan te maken hebben met de prijzen van de kaartjes. Want die zijn niet bepaald goedkoop. €315 in totaal. €176. €400 nog wat. En jij? Hetzelfde. Het is best wel duur, maar ik heb het er wel voor over. Ik ging smeken en toen zeiden ze, ik ga erover nadenken. En toen 2 weken later zeiden ze, ja, oké, is goed. Het is gewoon geweldig. Ik heb er €166 voor betaald. Dus ik heb het er echt voor over gewoon om het te zien. En dat vinden al deze fans.